De grote kerstvoedselinzameling voor de klanten van de Voedselbank Nijmegen over Betuwe is weer van start gegaan. Twee keer per week kunnen mensen houdbare producten inleveren bij verschillende kerken en scholen in de regio. Deze jaarlijkse actie zorgt ervoor dat kerstfeest een stukje mooier wordt voor de klanten van de Voedselbank. Wij vragen aan mensen om levensmiddelen te brengen en die aan de Voedselbank te geven. En we organiseren dat in een heleboel kerken in Nijmegen en over Betuwe, ook op een paar scholen. Twee keer in de week staan we hier bij de kerk en dan kunnen de mensen het komen brengen. Ze kunnen iemand anders vragen om het te brengen, want het gebeurt ook wel eens. Nou, sowieso is het heel fijn dat er die verbinding is tussen dat mensen dus iets willen doen voor de Voedselbank. Daar zijn ze sowieso heel blij van. En het is natuurlijk altijd een goede aanvulling, omdat je afhankelijk bent van... de Voedselbank koopt wel dingen tegenwoordig ook in van donatiegeld. Maar in principe komt het eigenlijk allemaal naar de Voedselbank toe via fabrieken en via winkels. Met de donaties hopen ze een mooi pakket samen te stellen voor de klanten van de Voedselbank. Het zijn producten waarvan we weten dat de klanten ze heel graag willen hebben. En dat zijn eigenlijk basisproducten. Goed houdbare levensmiddelen. Dus ik noem maar bijvoorbeeld rijst of pasta of koffie of thee. Pasta, saus, blikjes vis, blikjes vlees. Nou, sowieso zijn ze heel blij als de pakketten goed gevuld zijn. En dat zijn ze gelukkig steeds meer. En de Voedselbank heeft natuurlijk ook door die donaties meer vat op wat er in de pakketten komt. Omdat ze dan ook goede, zoals eieren en melk en dat soort dingen, kunnen inkopen. Want normaal zitten die er dus nooit in. De verse producten sowieso niet. Door inzamelacties zoals deze heeft de Voedselbank een zo breed mogelijk aanbod voor de klanten. Ik denk dat het voor de Voedselbank heel fijn is als ze gewoon royaal levensmiddelen hebben, zodat ze iedere week de mensen een verantwoord pakket kunnen geven. En als je te weinig hebt of je hebt er soms ook wel eens dingen tussen zitten dat je denkt, ja, dat is heel leuk, het potje saus, maar als je de bijpassende rijst of pasta niet hebt, ja, dan kun je er eigenlijk niks mee doen. De mensen die het komen brengen, die zeggen regelmatig, ik ben blij dat ik het hier kan geven. Want ik wil zoiets eigenlijk wel. Maar ja, dan weet je niet waar moet je zijn, wat moet je brengen, hoe laat moet je er zijn. Neem ik wel de goede dingen. De pakketten die worden samengesteld voor kerst worden altijd met veel dank in ontvangst genomen. En klanten zijn dankbaar voor alles wat ze krijgen. Ja, met kerst is het extra fijn, want dan zitten er natuurlijk ook kerstdingetjes. Hè. We vragen ook kerstkransjes, we vragen ook echte dingen die bij kerst horen. Niet alleen maar voedsel. En dan ook lekkere dingen, dus dan kijken ze er echt naar uit.